Dames en heren, directeur van Bolk Transport is André Pluimers. Een man met een uitgesproken mening die hij ook ventileert in de verschillende besturen waar hij in zit. Ik noem ze maar eens op. De Twentse afdeling van VNO-NCW, Twente Board, Port of Twente en Ondernemen Twente. En toch tijd om hier aan te schuiven. Welkom André. Het is wel erg veel Twente, hè? Ben je zo gek op Twente? Ja, absoluut. Ja. Ja? Dit is een prachtige regio en Frank, je had helemaal gelijk. Twente is een sociaal-maatschappelijk ecosysteem. We werken in Twente, we gaan uit in Twente. Scholingsaanbod is op Twentse schaal. Onze klandizie is heel veel op Twentse schaal. En ik denk dat er heel veel Twentenaren zijn die elke dag wel een keer die A35 op en neer rijden. En wij zien dat echt als één hele mooie regio. Ja. Even, je hebt vier bestuursfuncties. Je moet 370 gezinnen voeden, om het zo maar te zeggen. Niet alleen hoor. Nee, met je mede-directieleden uiteraard. Je bent wat dat betreft ook een bescheiden man. Is er nog balans in je leven of denkt mevrouw Pluimers daar heel anders over? Nee. Die ondersteunt dat van harte. Ja. Ondernemen Twente en Twente Board ligt ook heel dicht bij elkaar. De Twente Board kent drie keer drie leden vanuit de overheid, onderwijsinstanties en ondernemers. En die drie Twente Board leden vanuit de ondernemers worden eigenlijk afgevaardigd vanuit Ondernemen Twente. Dus die verwachten op dit moment iets minder van mij. Ja, oké. Okay. Laten we eens inzoomen op die Twente Board. Dat was inderdaad wat je altijd zegt, een clubje van overheid en onderwijs. Hè? Daar is nu de O van ondernemen bijgekomen. Een soort stille revolutie, denk ik, wat zich afgespeeld heeft. Is het een goede zaak dat de ondernemers nu ook in de Twente Board een stem hebben? Dat is een hele goede zaak. Dat is heel een schot voor open doel. Dat weet ik wel, maar. En het is ook niet helemaal nieuw. Het is geleidelijk ontstaan. Er zijn wat voorgangers die die credits meer dan verdienen. Kijk, het is ondernemer eigen om ergens iets van te vinden. En dat zal iedereen hebben. We ventileren dat ook graag. Kantinepraat in businessclubs ventileren we onze mening. Maar het is nog zinvoller als je probeert te zorgen dat die mening en die argumenten op de juiste tafel komen. En dat je daar met elkaar, en dat noemen we dan die drie O's, overheid, onderwijs, ondernemers, iets van probeert te maken. Een agenda uit probeert te destilleren. Probeert te bepalen van wat moeten we nou doen in Twente naast wat er allemaal al gebeurt om een stapje verder te komen. En dat gesprek, die discussie hebben we in de Twente Board. Ja, dan is het toch weer praten. Hè? En dan denk ik wel eens, jongens, is dat niet te weinig wol? Hoe zorg jij daar nu voor dat het niet alleen maar bij praten blijft, maar dat we hier ook dingen zien die er uit die Twente Board komt? Wat Ondernemen Twente doet, is het betrekken van ondernemingen, ondernemers, bij alle agendapunten, bij alle projecten die er zijn. Onze stelling is ook, als het initiatief niet vanuit die ondernemers komt, dan moet je al hele grote vraagtekens gaan zetten bij de haalbaarheid en de zinvolheid van een onderdeel. Ja, maar je hebt ook te maken met onderwijs. Dat is ook een hele belangrijke factor in deze regio. Ja, zeker. Ja. Maar, dus wordt het vechten om geld? Wordt het vechten om een plek? Om... Nee, ik denk juist dat geld ook wel eens een verkeerde drijfveer kan zijn. Wij denken dat als het initiatief van ondernemers komt, dan is het al bijna gegarandeerd dat er ook een verdienmodel aan zit. En die inbreng, en dat is wel redelijk nieuw. En we doen dat ook met mandaat, met een achterban vanuit Ondernemen Twente. Dus we praten daar ook niet voor eigen rekening. Dat brengt ons verder en dat brengt ons ook tot betere projecten, betere agendapunten. En laten we vooral niet vergeten, de Twente Board doet echt niet alles. Wat wij doen is het kleine beetje on top of van wat er overal in Twente al lang en ook heel goed gebeurt. Ja, is dat te verenigen met jouw functie bij het VNO-NCV? Ja. En ook met Port of Twente, wat eigenlijk jouw initiatief was destijds? Nou, zeker ook niet mijn initiatief alleen. Port of Twente was een initiatief van wat ontevreden ondernemers. Die zagen dat het Excelpark wegkwijnde, terwijl daar onze klandizie zich zou moeten vestigen. Er waren nog wat andere factoren. Hè. Het kanaal wat in één keer was afgesloten. Toen ontdekten we in één keer hoe ontzettend belangrijk dat soort infrastructuur is. Nou, dan vind je elkaar en dan roep je wel eens wat. Bijvoorbeeld dat het Excelpark wel wat beter aangepakt kan worden. En voor je het weet krijg je die bal teruggekaatst. En dan, als je het dan allemaal zo goed weet, mag je het ook gaan doen. Ja. En die kans die hebben we kunnen aangrijpen met een aantal mensen. En daar hebben we iets goeds van gemaakt. Ja, en, ik vind het altijd zo mooi dat je heel bescheiden blijft. Maar jouw uitspraken zijn bepaald niet bescheiden. Hè? Want jij durft ook gewoon weer te zeggen
er moet een Bandstad Twente komen, of een Twente-stad, Randstad Twente. Ik weet trouwens niet of dat goed wordt ontvangen in alle gremia, maar daar kan straks misschien Annerie ook nog iets over zeggen. Ik durf te zeggen, in ieder geval in ondernemersgremia wordt dat heel goed ontvangen. Want die zien dat ook en die hebben ook niet... Ja, maar je verkoopt toch als ondernemer niks meer omdat we in één keer een bandstad zijn? Nou, één gemeente weer? Ik denk als het gaat om verbetering van infrastructuur, als het gaat om bijvoorbeeld grote regio-deals, groeifonds-deals, dan denk ik dat ondernemers wel degelijk in de gaten hebben dat je als Twente met één mond moet spreken, één duidelijke agenda moet hebben en die moet je ook echt gezamenlijk dragen. En dan zou het enorm helpen dat we bestuurlijk ook een echte eenheid zijn. Infrastructuur, we hebben het toch helemaal voor elkaar hier nu, of zeg ik wat verkeerd? De A1 ligt er puik bij, de A35 ligt er puik bij. Nou, voor jou als transportondernemer. De A35 is het volgende grote knelpunt. Die loopt bovendien door naar Zwolle. We praten ook over de verbindingen van en naar Twente. De spoorverbinding, het duurt nog steeds een uurtje of twee voordat je in de Randstad bent. Dat kan aanzienlijk sneller. De verbindingen met Duitsland is wat dat betreft nog genoeg te wensen. Ja, oké, goed. Maar dus, dan moet. Hoe zie jij het voor je? Eén bestuurlijke organisatie dan weer? Ja, nogmaals, ik ben geen politicus en ik begrijp ook wel dat burgers daar een hele andere mening over kunnen hebben. Maar als we in ieder geval met één mond spreken en als één blok richting Den Haag optreden, dan helpt dat zeker. En wat mij gewoon opvalt is dat ondernemers dat heel vanzelfsprekend en logisch vinden en zich eigenlijk ook wel afvragen waarom dat niet allang voor elkaar is. Ja, ja. Allemaal kikkers, hè, die uit de kruiwagen willen springen steeds. Ja, ja. Ja. Hey, wanneer is wat jou betreft Twente af? Als we structureel beter scoren dan andere regio's in het land en vooral als we minder last hebben van periodes waarin het een tijdje tegen zit en daar dus die voorsprong blijven behouden. Dat is een beetje economisch geredeneerd. Mm. Als we dat als basis hebben, dan kunnen we ook gaan werken aan wat andere zaken. Welzijn, mooie huisvesting, tevreden en gelukkige Twentenaren. Ja, want je schetst een beetje een beeld van Twente als een soort Walhalla. Hè? Toch niet alles kan maar is maakbaar, hè? Nee, zeker niet. Maar ik denk dat Twentenaren heel trots zijn op hun regio. Mm-hmm. We hebben hele mooie bedrijven, we hebben hele mooie initiatieven. We liggen heel strategisch, maar dan moet je alleen wel een beetje Duits kunnen praten. Ja. We hebben natuurlijk een prachtige regio die alles in huis heeft. En er wordt wel eens dat Calimero-syndroom, dat wordt wel eens zo benoemd. Ik denk dat de gemiddelde Twentenaar best wel weet dat het voor elkaar is. En die ander die komt er vanzelf wel een keer achter. Kijk dan. Wanneer ga je de politiek in? Nooit. Ach. Nee, zeker niet. Nee, hoor. Ik ben veel te druk. Wat is dat voor koud water vrezen? Je lijkt mij een uitstekende politicus. Nou, die processen werken anders dan waar ik vandaan kom. En daar voel ik mij echt niet in thuis. Ik heb nog meer dan genoeg te doen in ons bedrijf. En daar word ik ook voorlopig nog wel verwacht. Daarnaast, hè, nogmaals, we geven allemaal wel eens onze mening. Ik ben heel blij dat ik mijn mening af en toe kan geven in een verband wat daar misschien nog iets meer mee kan. Maar dat wil niet zeggen dat ik de politiek in ga. Zeker niet. Ik hou je aan je woord. Dat mag je doen.